Hallo, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Amai, ik heb echt gemist om dat te zeggen. Oké, voor we op weekendje vertrekken gaan we eerst een stapje doen bij de McDonald's. Yes! Want ze hebben nu zo hele leuke Playmobil diertjes in de Happy Meal. Wat ik kei graag hebben. Wij zijn in Europarks. Europarks Susteren in Nederland. Dat is Europarks Limburg. En we zitten echt in exact hetzelfde huis als we zaten op ons mommy weekend. Ik denk dat dat een vlogmas is voorbijgekomen. Dat was ergens midden à eind november. En echt exact hetzelfde huis. Oh, good times. En dat geeft me echt zo een nostalgisch en heimwee gevoel na het weekendje met mijn liefste mommies. Echt, oh. Maar ik ga jullie heel even rondleiden, want ik heb dat toen trouwens niet gedaan. Dus ik ga dat nu even doen, dat jullie het zien. We hebben ons wel helemaal geïnstalleerd. Dus overal staan wel al spullen. Behalve de boven, die is helemaal leeg. Want morgen komen Nice Family. Dus Celine, Nick, Louis, Noah en Stellatje. En die gaan boven alles inpalmen. We hebben de kamer ondergekozen, zodat zij boven de badkamer hebben. En ja, alle ruimte voor al hun kinderen te leggen. Dus ja, we hebben er ook voor gekozen om Nox bij ons op een kamer te leggen. Maar ik zal het trek laten zien. Oké, we gaan van voren beginnen. Nox en Niels zijn trouwens van achter buiten in de tuin. Het is wel 8 uur, dus die gaat trek moeten slapen. Maar oké, let's go. Oké, home tour. Ik ga proberen het huis zoveel mogelijk te laten zien. Maar dit is het huis waar we in verblijven. Het is echt wel een heel groot huis. Heb je hier plaats voor de auto's te zetten? Wij staan daar. En hier tegenover is ook nog plaats. Dat is ook van die. Maar als één huisje vrij is, mag je auto daar dus ook zetten. Maar er zijn 2 parkings. En als Niels nu zou opschuiven, dan zijn er zelfs 3 parkings eigenlijk. Dan gaat je hier het huis binnen langs de voordeur. Hier is zo de elektriciteitsdingen en zo allemaal. En hier is een hok waar poetsgerief staat en een parasol en zo voor in de zomer. Dus niks speciaal. De volgende deur is die toilet. En dan aan deze kant heb je een spiegel om nog eens te checken als je de deur uitgaat of zo. En ze hebben ook babybedjes geleverd. We gingen... Sorry, ik zit nog altijd met een vervelend hoestje. Als je mij hoort hoesten, sorry. Maar we gingen Nox eerst op een matras gewoon laten slapen of in een bed, want we hebben ook een bedhekje bij. Maar ja, er waren 3 bedjes geleverd. Dus ik dacht, oké, dan gaan we proberen. Als ze hem daar nog in wilt slapen. Ja, hier is dus normaal een deur, hè. Dus dit is eigenlijk toe. Als je dan binnenkomt. En dan heb je hier waar wij gaan slapen. Ik zeg het, we hebben alles al uitgepakt. Naar het Niels slapen, ga ik slapen. Daar gaat Noxje slapen. Dus hij gaat na... Oh, hij slaapt denk ik al 4 maanden in een groot bed. Dus na 4 maanden nog eens hierin slapen. We zullen zien hoe deze nacht gaat. En anders gaan we boven morgen gewoon zo'n matras nemen. Die kun je er makkelijk afhalen. En er zijn toch meer dan genoeg bedden. En dan gaan we hier een matras leggen op de grond met een bedhekje of zo aan die kant. Dat hem niet op de grond houdt. Maar dan is dat het plan. Wat eigenlijk eerst het plan was. En echt waar... Tell me you have a
boyfriend of husband without telling me, hè. Oh, smijt hem echt zoals een vuil onderbroek hier neer. Echt, deze man. En we hebben een kast en hij legt zijn broek daar. Maar oké, hier is dus de kast. Ik heb hier ook alles in gehangen en ingelegd. Het ziet er wel even vol uit, maar oké, dat is dan dat alle drie onze kleren hier aan liggen. Daar nog wat dingen opgelegd. En dan hebben we hier ook een badkamer eraan. Nou, hier waren wel geen gordijnen en dit is open gewoon naar de kamer. Dus, gelukkig, ik wist dat we in een soort huis zaten als we vorige keer zaten. Met de mommies toen. Dus ik dacht... Ik wist, toen sliep Celine hier met Stella in deze kamer. En die zei van, oh nee, die ramen, die hebben geen... Geen gordijn. Dus ik dacht, ah, ik heb zo'n verduistering gordijn. Ik ga dat meenemen. Dus ik heb dat hier gezet. En een pakje maandverband. Because it's the time of the month. Hier heb ik even mijn shampoo staan. Maar we hebben het zo toegedaan. Dus dat is wel goed. Dan heb je hier nog een douche. En een toilet. Dat is wel handig. Alleen, ja, moeten we even zien. Want als Nox, ja, gaat natuurlijk wel een tijd voor ons slapen. En dan kunnen wij moeilijk hier al het licht aan doen om onze tanden te poetsen en zo. Dus dan gaan we hoogstwaarschijnlijk toch boven op de badkamer van Celine en Nick of zo moeten gaan poetsen. Maar oké, dat is niet zo erg. Dan kom je hier, hier heb je de trap, maar dat zullen we zelfs doen in de livings. Echt een mega grote living. Het zijn echt drie grote zetels. Nog twee kleintjes, hele mooie salontafeltjes en heel mooi tapijt trouwens. Ik vind het echt kei mooi. En dan de tv. Hier heeft Nox al zijn spullen al gezet. Dus ik weet niet waar hij morgen de rest aan gaat moeten zetten. Maar oké, zorgen voor dan. En dan heb je hier echt een gezellige hoek. We hadden toen bij de meisjes die zetel hier gezet, dat we echt zo'n vierkant hadden. Want we zijn toen echt gewoon niet uit de zetels gekomen. We hebben echt constant gebabbeld. Dan hier een hele grote tafel. En een keuken. Heeft ook echt alles wat er moet zijn, is er bij die keuken. Dus echt heel tof. Er zijn ook kinderstoelen bij. Ook ideaal. En dan gaan we naar boven. En boven heb je nog 1, 2, 3, 4, 5 slaapkamers. Dus hier is 1. Dat is de kleinste slaapkamer. Ik gok dat Noah daar gaat slapen. Maar alhoewel, die heeft een tweepersoonsbed thuis. Dus die gaat misschien toch in een andere slapen. Hier is nog een kamer. Dan hier is de grootste kamer eigenlijk. Met nog een apart bed. Misschien dat Noah hier wel gaat slapen en Louis hier of zo. Ik weet het niet. Ah, oh, ik wil jullie... Ah, nu kan ik het laten zien. Ik wou buiten laten. Dus hier zijn allemaal zo dezelfde huisjes als deze. Rond het meer. Echt heel tof. Hier is Niels. Oh ja, dat mag. Zeker. Kom maar. En hier heb je tafel. Wel voorzichtig op de trappen. En ja, heel tof gewoon. Heel fijn. Ook die tuin is heel mooi afgesloten. Dus de kindjes kunnen niet weg. Dan ja, is dit deze kamer. Ik ben echt zo aan het denken wie waar sliep toen. Ik herinner me niet meer wie hier sliep, maar ik denk Elke. Dan hier sliep ik vorige keer. Misschien herinneren jullie het nog. Maar hier sliep ik. Ook een mooie grote kamer. En dan heb je hier nog een kamertje met een douche en een sauna. Dus een douche en een sauna. En hier sliep Julie vorige keer met Senne. Zo grappig. Memories, hè. Dus er zijn sowieso meer dan genoeg bedden. Wow, dat is schattig. Ben je hier? Kom je meekijken? Is dat? Ja, een slaapkamer. Als mij. Nee, dat is niet jou. Jij gaat bij mama en papa slapen, hè? Goed? Is dat mijn bedje? Nee, jij mag bij mama en papa op de kamer. Ja, die is onder. Goed? En hier heb je dan dit uitzicht. Ook mooi. En hier heb je dan nog een badkamer. Ze hebben ook een babybadje hier gezet. Dat is ook wel goed voor Stella als hij eventueel een bad moet.
Hey. Ook weer een wc, lavabo en een bad. Maar je hebt dan hier op dit kamertje natuurlijk de douche. Dus ik ben eens aan het tellen. Hier zijn twee bedden, daar staat één bed. Dus dat is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bedden zijn hier boven. Volwassen bedden. En onder zijn dan nog eens twee bedden, dus 12 bedden. Céline gaat er, denk ik, 3 nodig hebben. 1 voor haar, 1 voor Nick. Allee, ja, die slapen natuurlijk zo samen als zijn aparte bedden eigenlijk. En 1 voor Noah, dus sowieso nog wel een matras. Voor als Nox toch niet in het babybedje goed gaat slapen. Dus ja. Zijn jullie aan het kijken? Ja. Ja, ja. Wauw. Maar flink blijven staan, dat papa jou goed kan vasthouden. Dus dat is de house tour. We gaan zo nog slapen liggen. Die heeft nog bokjes gegeten, want die had deze middag bij de onthaalmoeder warm gegeten. Ik ben aan een wijntje begonnen. En ik ga zo asperges op Vlaamse wijze maken. Ik denk dat Niels Nox weer al gaat leggen. Die heeft deze week Nox echt al elke dag gelegd. Omdat ik weg was en zo van die dingen. Maar ja, oké. We wisselen heel vaak gewoon af. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit. En dan ga ik asperges bakken, denk ik. Hopelijk lukt dat, want ik heb dat nog nooit gedaan. Maar ik heb er echt wel veel zin in. Dus komt goed. Dus dat is absoluut. Nox slaapt. Dus. Waar zijn gaan zoeken? Maar Nox staat daar. Het kastje staat daar. Ik heb eten gemaakt. Het is wel ondertussen al 9:30. Ik had asperges op Vlaamse wijze gemaakt. Het was wel lekker. Nu hebben we nog zo, we hadden nog zo wat ei. En zo over. En dan zijn we nu nog aan het eten. Was ik heb nog asperges. Ja. Oh, lucky you. Was het lekker? Ja, wil jij mijn laatste stukje nog? Nee, eet maar. Ik heb dat toch niet gegeven. Echt een trutje, die Niels. Een trutje. Zo is hem wel, hè. Man, man. Het was wel lekker voor de eerste keer dat ik het gemaakt heb. Ik had er normaal ook wel nog patatjes bij, maar die hebben we uiteindelijk niet in de oven gestoken. Over patatjes had ik. Toen we dat hebben, ik zei nog tegen mezelf, er zouden echt nog lekkere oven patatjes bij moeten zijn. Ik vroeg aan u, moet ik die patatjes ook warm maken? Dat vind ik net het ergste. Oh, jij zei nee. Helemaal niet. Hoe vind jij het trouwens dat ik terug vlog? Ja, goed, herkenbaar. Ja? Ja, ik vind het wel. Niet awkward. Nee. Kunnen ze mij terug zien met Porsche Centerpaal? Mannen kijken soms middags naar vlogen. Ja. Hallo, Porsche Centerpaal, groetjes. Wie werkt daar weer allemaal? Jelte? De Jelte? Iedereen, ja. Iedereen. Gewoon iedereen. Gewoon iedereen. Dries, de Rob, de Maarten. Je zegt tegen mij, moet ik iedereen afgaan? Patrick. Ja. Niels, Janik, stop. Jesse. Stop. Ja, dat is wat ik zeg. Die werken allemaal. Ja, maar stop. Dat is goed. Maar ik wou nog iets zeggen, hè, maar ik weet het niet meer. Ah ja, ik merk wel nu dat Nox veel meer door heeft wat dat ik doe. Toen ik de laatste keer heb gevlogd, dus dat was in november of zo, denk ik. Ja, november, begin december. Toen was hij nog geen 2. En toen vroeg hij niet zo vaak achter mijn camera of zo. En nu, als ik aan het vloggen ben, wil hij zo heel de tijd zien wat ik doe. En dan vraagt hij zo heel de tijd, ik wil ook. Ja, dat is wel een nieuwsgierig ventje. Ook. Ja, en die wil zo heel de tijd mee in beeld komen. Maar ja, ik wil niet dat hij in beeld komt. Dus dat vind ik wel tricky nu. Want ik heb deze morgen echt geprobeerd om mijn make-up routine te filmen. Maar Nox was thuis. En dat ging echt langs geen kanten. Want ik wou constant op mijn schoot zitten, meekijken naar de camera. En dat... Sorry. Dat wil ik niet. Dus dat merk ik wel. Het is wel moeilijker.
om zo, ja, te filmen en, wel, ja, Nox zegt dat altijd door. Maar ja, oké, ik doe mijn best wel om hem gewoon privé te houden qua gezicht. Ja, je moet alles weten wat je gaat doen, hè. Ja. Wat doen? Papa, nieuwsgierig, wat doen? Wat is dat? Dit? En hoe moet zo? Ja, allee, die wil gewoon veel weten, maar dat is een heel goed teken, toch? Hm? Ja. Hij is zo slim, hè. Ja. Iedereen zijn kind is heel slim, zeg ik. Ja. Zwaar, iedereen van zijn eigen kind waarschijnlijk heel slim. Maar ik denk dat echt vaak. Ik denk vaak, wauw, die is zo slim. Slimste en de knapste. Ja, knapste ook sowieso. Een kleine jongen. Die zo groot wordt. Oké. Ik denk dat we gewoon nog even Netflix of iets gaan kijken. Nonkels misschien, de laatste aflevering. Als we dat hier op de tv krijgen toch, met streamen. We zullen zien. En daarna gaan we ook gewoon slapen. Slaap wel iedereen. Ik zie jullie morgen weer. Dag, slaap wel. Goedemorgen. Nou, ik zit al aan de ontbijttafel. Peppa Pig staat op. En ik ben broodjes aan het maken. En eitjes aan het bakken. Het was een goede nacht. Nog heeft doorgeslapen. Bij ons op de kamer waar we naar bedje. Maar ja, wel in dat aparte bedje. Tot 7 denk ik, hè. Het was 7. En dan was ze wakker, dus dat is keigoed, hè. Ik was wel liever iets vroeger gaan slapen. Want ik ben toch nog moe, maar oké. Ik ga mij net ontbijt douchen en dan gaan we het park wat verkennen. Kijk wie hier zijn! Nice! Hey Loesje! Zijn blij dat we er zijn. Stelletjes aan het drinken en wij zijn appelroodje aan het doen. Lekker? Dat is van Stella, ja schat. Hupsa, ons huismoeder, is pasta aan het maken. Ik heb wel de groentjes gesneden. Ja, ja. Toch iets, hè. En de tafel gedekt, hè. Tafel heb ik ook gedekt. Dus toch iets gedaan. Maar koken kan ze als geen andere. Dus laat ik aan haar over. Ja, ik ben er zeker van dat het weer lekker is. Want dat is altijd. Dus. Etenstijd. Een tafeltje vol vanavond, hè. Gisteren zaten Niels en ik hier alleen. Toen Nox sliep. En nu een hele tafel vol. Gezellig. Hier van de klanten. Ze zijn de boekhouding aan het doen. Noortje is nog flink aan het kleuren. En Tanti is een boekje aan het lezen met Nox, Stella en Louis. Schattig. Oké, ondertussen is iedereen de kindjes in bed aan het doen. Niels is met Nox mee. Ik en Celine zijn met Louis en Noah mee. Stella ligt er al in. En ik ben hier aan het opruimen. Ik heb al het speelgoed net opgeruimd. Ik heb de tafel opgeruimd. Ik ben de flesjes aan het opruimen. En ik ga die ook even uitspoelen. Ja, Celine nog even oplost of niet. Gewoon even uitspoelen. Morgen alvast. Ik ga dan even gewoon spoelen. En ik ga dan een beetje uit. Ik ben benieuwd of het nog sneller slaap gaat zijn, maar die moet sowieso wel moe zijn. Want het is een vermoeiende dag geweest. Ik heb veel gespeeld. Dus ik ben benieuwd. Het snel op het gaan. En normaal thuis kan ik dat zo checken op de babyfoon. Maar nu heeft Niels die erbij. Want we checken meestal op de gsm. Als Nox slaapt of niet. Maar nu kunnen we nog niet. Want op de gsm werkt dat hier nu niet. En we kunnen dat dus alleen maar checken op de
monitor zelf en heeft Niels bij, dus ik hoop dat het lukt. Het is buiten trouwens nog echt zo goed. En binnen is het echt heel warm. En iemand is aan barbecuen. Het ruikt hier echt heel lekker in een barbecue. Maar ik zie niet goed waar. Ik denk daarachter. Nou, we hebben ook lekkere pasta gegeten. Gemaakt door Nice Fam. We zijn jogging style ondertussen. As always. As always, hè. Dat moet toch, niet? Als je dat niet kunt, dan zou ik dat echt erg vinden. Goedemorgen. Good morning. Gisteren hadden we een tafel met ons drie. En vandaag zit de tafel vol. Gezellig. Een Stellaatje is hier ook. Flesje aan het drinken. En de mannen zijn eitjes aan het maken. Nick heeft de eitjes gemaakt. Niels heeft de broodjes gemaakt. Nieuwe mannen, hè. En afgewassen. En afgewassen. Ah, maar. Alles uitgeladen, ingeladen. Ah, ja. Wil je ook komen? Kom hier naast mij. Wil je ook eten geven? Zo was Max? Ja. Ja, kom. Kom hier zitten. Kom hier. Kom hier. Kom hier bij mij. Noah, ik ga zo. Kijk nog eens, wil je ook eens? Nee, nee, niet toedoen, hè, schatje. Oei. Max, laat dat maar. Zo. Even picknicksken met koekjes en snoepjes en Red Bull voor mij. Ja, classy, hè? Echt waar. Ik ben zo de mom die zo de Red Bull drinkt. Een beetje marinaal, maar. Ja. Wraps time. Nou, ik zet een bokken choco. Want wij moesten de wrap niet hebben. Rest wel, flink aan het eten. De kindjes slapen. Alle babyphones op een rijtje. En Noah is binnen, eventjes op zijn iPad. En wij gaan even allemaal buiten zitten. We hebben net zoals wraps gegeten. En nu gaan we theetje drinken. Koffie, de mannen. En even chillen in het zonneken, hè. Het is echt zalig weer. Het is hier ook echt zo mooi. Echt zo'n mooi uitzicht op dat meer. Al die huisjes. En ons huis. Goedemiddag of namiddag. Het is ondertussen zondag. Hoe laat is het? 3 of zo al? Ik weet het niet. Maar we gaan eigenlijk al bijna naar huis. We gaan nog even hier in de speeltuin en dan nog aan het restaurant iets drinken en daar nog aan de speeltuin en dan gaan we door. Het is trouwens hele felle lucht, sorry als ik zo piep. Voorzichtig aan Nox. Ja? Ja! Ga jij met mij? Kijk eens! Ga jij met mij? We zijn dus aan de speeltuin. We zijn zo op zo'n kabelbaan aan het gaan. En voor de middag zijn we gaan zwemmen. Dus daar heb ik ook niks van gefilmd. En dan hebben ze dutjes gedaan. Baba. Dus ja. Oké, okay, we. Sorry, Nox is aan het zeuren. Pak nog maar een poffertje. Nee? We hebben hier nog gegeten. Ik had zalm, maar het is al op. En Nox had poffertjes. Niels had kip iets. En Nice Family is al naar huis. Die zijn nu denk ik al een half uur toch weg. Maar hier is het ook echt fijn om te zitten. Hier heb je zo'n speeltuintje. En dan hier is het meer. Echt heel tof. En hier is dan het restaurant. Het zijn allemaal lampjes. Ook heel tof. Echt cute. En nu gaan wij ook naar huis vertrekken. Dus we dachten, we eten hier nog even. Dan moeten we thuis geen eten meer maken. Oh, rustig, rustig, hè. Dat goed zo, schat. Dus, we hebben hier nog gegeten. En nu gaan we naar huis vertrekken.
Alrighty, we zijn thuis. Ik ben moe. Ik ben echt zo moe. Ik heb echt zo mijn klap gekregen. Zo weekendje altijd is echt zo fijn. Maar ook gewoon zo vermoeiend, echt waar. Ik zei, je kan altijd precies zo veel meer moe terug thuis dan dat je bent vertrokken. Maar oké, het was wel heel fijn. Dus ik ga zeker niet. Ik wil zeker niet klagen. Ik ga nu mijn schmink even afdoen. En dan ga ik Nox in bedje doen. Want het is 7:50. En 7:10. Die gaat wel. Moe zijn, die was er net al aan het gapen. Ze is heel even tv aan het kijken, zodat we even al onze kleren en koffers en eten en ook kunnen uitpakken. Ik was trouwens echt best goed verbrand. Ik weet niet of je dat ziet, maar mijn voorhoofd en mijn neus en zo was echt wel fel verbrand. Hallo, we zijn ondertussen terug thuis van het weekendje Europarks. Het was echt heel fijn geweest, heel gezellig met nice family. En nu is het maandag. Ik heb vrij op maandag, maar ik ga editen. Deze vlog editen, mails doen, want er zijn veel. En terwijl ga ik Love is Blind opzetten op de tv. Dus een beetje een mix van chill en werk. Hopelijk vonden jullie de vlog leuk. Dus zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. En ik zie jullie weer in de volgende vlog. Dag iedereen!